Ja, het eerste persmoment van 2021. Ik moet er even helemaal in komen. Het is alweer een tijdje geleden. Ik ga mijn best doen. Ik ga er proberen soep van te maken. Nou, ik ga gewoon beginnen. Ik ga gewoon kijken wat ik weer in steekwoorden heb opgeschreven. Ik zie een beetje plat uitzien. Ik heb muts op gehad tegen kou. Nou, boeien. We gaan het doen. Onze Mark, waar had hij het over? Eens even kijken. Het eerste wat hij zei is dat hij ziet uit naar de samenwerking. Dan zegt hij dan tegen die journalisten. En ik weet natuurlijk heus wel wat hij bedoelt. Maar ik denk dan, ja, zie je wel. Het is een samenwerking. Het is een afspraak. Want je gaat het wel weer horen. Maar kritische vragen echt niet dus. Alleen maar weer recht in zijn straatje. En een paar nieuwe spelers aan de front. Dus het was interessant. Waar had hij het over? Allereerst had hij het natuurlijk over de bestorming van het Capitool in de VS. Hij heeft weer een hoop dramatische woorden gebruikt. Ik hoop dat ik ze allemaal voorbij laat komen. Mark vond dat inderdaad de parlementariërs altijd veilig en onafhankelijk hun werk moesten kunnen doen. Onafhankelijk? Oh, dat vind ik een bijzonder woord. Want ja, hoe zat het ook weer met Hugo en die vaccins? Is natuurlijk allemaal helemaal niet onafhankelijk. Maar dat maakt niet uit. En ik heb er ook staan. En andere mensen dan, Mark? Kunnen die ook veilig hun werk doen? Al die ondernemers die nu allemaal op het randje van faillissement balanceren. Ja? Dat klinkt ook niet heel veilig, toch? Nee, dat straks geen dak meer boven hun hoofd hebben. Maar daar lijkt Mark zich totaal niet druk om te maken. Eens even kijken. Hij had het over het democratisch proces in de VS. Dat onstuitbaar is. Ik dacht, nou, zo democratisch is dat niet. Wat heb ik hier staan? Is leuk, hè? Ik kan mijn eigen handschrift niet eens lezen. Ik schrijf met een stift. En dat komt omdat het lekker snel gaat, maar dan kan ik het soms niet meer lezen. Dus ik sla dit stukje even over. Had het dan over Biden en dat de overwinning van Biden nu ook wel bevestigd was en officieel vastgesteld. Ik dacht, oh, nou, dat moeten we echt nog zien volgens mij. Niet dat het mij nog heel veel uitmaakt. Want het is natuurlijk ook één groot spel, hè? Het is één grote show. Het is een show in een show in een show. En echt, de acteurs zijn subliem. Eens even kijken. Nou, en hij keek dan uit naar de inauguratie van 20 januari. Ja, nou, ik kijk sowieso uit naar 20 januari. Want ik hoop dat dan vooral hier in Nederland van alles ook gaat gebeuren. Namelijk dat al die ondernemers zeggen, fuck you. En gewoon zeggen, wij gaan weer open en we gaan weer allemaal normaal doen. Alle winkeliers en de horeca. Dus, oh, ik hoop zo dat jullie gaan waarmaken wat jullie allemaal roepen. Eens even kijken. Heel verhaal nog over de VS. Hechte bondgenoot. Want volgens mij zei hij dat Nederland nu het meest transatlantische land van de EU was. Zeker zonder het Verenigd Koninkrijk vanwege de Brexit. Dan zeg ik echt, ja, nou, misschien moet ik het even gaan googlen hoor. Maar ik denk, wat wil je hier nou mee zeggen? Ja, hij vindt Nederland heel belangrijk, dat snap ik. Is Nederland op een bepaalde manier ook, hè? Nederland is een enorm speel in de hele wereld zelfs. Het is een heel groot belastingparadijs. Dat weten heel veel mensen niet, maar Nederland is een enorm belastingparadijs. Alleen natuurlijk niet voor Nederlanders. Nee, daar moet je alleen maar vooral heel veel belasting betalen. Eens even kijken, wat zei hij nog meer? Want hij benoemde op een gegeven moment Amerika is het land wat ons bevrijd heeft in de Tweede Wereldoorlog. Oh, dat herinnert hij zich dan nog wel. Maar toen zei hij, fluisterde hij een beetje achteraan en anderen. Oh, waarom die dat dan weer zegt? Ik heb echt geen idee. Wat zei hij verder? Oh ja, toen ging het nog even over al het katshuis en over die toeslagenaffaires. Ja, daar staan ze. Affaires? Ja, er zullen wel meer affaires dan één zijn. Ja, daar staan ze natuurlijk niet vrij op. En vreselijk leed, zei Mark. En de schaamte die ons bekruipt bij het lezen van het rapport van de onderzoekscommissie. Toen dacht ik, oh, die schaamte bekruipt jou nu pas. Die had je moeten bekruipen ten tijde van alle fouten die jullie gemaakt hebben. En hoe jullie die mensen gewoon in de kou hebben laten staan. En mensen vals beschuldigd hebben van fraude. Terwijl, ja, de grootste fraudeurs, we weten natuurlijk allemaal waar die werken. Dus ik hoop dat rapport echt, ja, gehakt van jullie maakt. Want ik heb er ook staan. De schaamte. Oh, wat gek. Over allemaal dingen die je toch zogenaamd allemaal niet meer kon herinneren. Bijzonder. Dus, ik ga weer lekker snel, merk ik zelf. Ik hoop dat het een beetje te volgen is.
Even kijken, ja, want in de toekomst zei hij, ja, dan mocht zoiets echt niet meer gebeuren. En toen dacht ik, nee, mag het niet meer gebeuren dat jullie exposed worden. Want ik heb niet het idee dat hij bedoelt, oh, dat dat nooit meer mag gebeuren. Want het gebeurt aan de lopende band, hè, dit soort dingen. En dit soort onrecht. Maar ja, dat blijft allemaal heel goed, hoe zeg je dat, onder het kleed en ja, in de doofpot. Ja, dat is een hele goede deksel op die doofpot daar. Eens even kijken, wat zei hij nog meer? Hij ging kort nog iets zeggen over het vaccineren. Het vaccineren, mensen. Ja, wat was een heugelijk moment. Nou, vond ik niet. Ik dacht, nee, maar oh shit, nou moet je ook nog gaan oppassen voor al die mensen die gevaccineerd zijn, hè. Want ja, dat kweekvirus, dank je maar nee, hè. Daar wil ik helemaal niet mee in contact komen. Nee, hij vond het dan heel goed nieuws. Extra order van Pfizer. Ja, natuurlijk. Money, money, money. Op de snelle goedkeuring die er ging komen voor AstraZeneca. Ik dacht, ja, dat vindt Hugo vooral natuurlijk heel fijn, hè, voor zijn broer. Maar, zei hij wel, het betekent niet, hou je vast, dat we van de een op de andere dag van deze ellende verlost zijn. Nee, want daar gaan we namelijk helemaal niet meer vanaf komen als het aan hun ligt. Hè? Dat is het hele spel natuurlijk. Dat heb ik hier ook staan. Nee, door dat kweekvirusvaccin gaan we hier juist nooit meer vanaf komen. Hij had het over recordcijfers in de besmettingen. En toen dacht ik, ja, door de vaccinaties en de maatregelen. Want ja, als we gewoon normaal hadden gedaan, hadden we gewoon groepsimmuniteit gehad. Waren we al lang met dit hele probleem afgewezen. Had niemand ooit nog van corona gehoord. En waren we gewoon doorgaan met leven. En krijgt iedereen af en toe een snotneus en griep. Zal ik even ademhalen ook? Ja, lijkt me een goed idee. Eens even kijken. Ja, zei hij wel, want het was van belang. Let op. Oh ja, dat spreekt hij later namelijk weer tegen. Want van belang is niet zozeer dat we de zorgen ontlasten. Niet? Oh, nu ineens niet? Nee, want die zaten niet zozeer te wachten op minder werk. Nee, dat klopt, hè, ziekenhuis. Is gewoon ook een bedrijf en wil gewoon geld verdienen. Maar toen dacht ik, hele rare uitspraken. Daar waren toch al die maatregelen juist voor om die zorg te ontlasten? Nee, dat was het nu ineens niet. Later zegt hij weer iets anders. Wat zei hij nog meer? Ja, toen had hij erover, want ze willen kunnen werken. Maar naast corona willen ze ook mensen met operaties of met kanker kunnen behandelen en operaties kunnen uitvoeren. Ik kwam bij zo'n kletsverhaal. Ik dacht, oh ja, dan gaan we er overheen lullen. Dat is natuurlijk heel raar wat je net zegt. En toen zei hij, ja, we hebben natuurlijk ook nog te maken met de Britse variant. En dacht ik, ja, tuurlijk. Oh, dus helemaal geen Brexit. Dat is meer een, ja, hoe zullen we dat? Een Brexit. Dus, het was van heel, ja, en het was, moest ik natuurlijk herhalen. Het was van belang dat we de coronamaatregelen braaf bleven naleven. Ook als je gevaccineerd bent, zei hij. Waarom moest je dan gevaccineerd worden? Kan iemand dat uitleggen? Nee, dat kan namelijk helemaal niemand uitleggen. Want het is één groot circus, jongens. Ze nemen je in de maling. Maar er was wel licht aan het einde van de tunnel, zei hij. Toen dacht ik, ja, voor die mensen die gevaccineerd zijn, is dat licht denk ik sneller dan ze lief is. Het betekent wel dat we perspectief hebben, zei hij. En toen zei hij dat we later dit jaar van die ellende af zijn. Later dit jaar. Oh, Mark, definieer later dit jaar. Dit jaar is net begonnen, maar volgens mij heb jij het al bijna over december. Wat heb ik hier nou nog meer staan? Oh ja, dat we van die ellende af zijn. Dat heb ik staan van corona van die mensen. en dat perspectief, hè, ik vind dat zo'n nikszeggend begrip ook. Dat is ook zo'n zoethoudertje van, ja, hier heb je perspectief. Ja, ik wil geen perspectief, ik wil gewoon feiten, ik wil gewoon concrete feiten. Ik wil gewoon data, als in letterlijk datums. En ik wil gewoon weten waar we toe zijn. Ik wil gewoon normaal kunnen leven. Laten we gewoon met z'n allen gewoon de wereld weer gaan draaien. Zoals we voorheen deden, voor deze griep. Nee, want de cijfers waren nog steeds hoog, zei hij. En het OMT ging ze dan weer adviseren. En zondag was er dan weer een katshuisoverleg. En dinsdag een persconferentie. Yay! Nou, heb ik ook wat te doen. Dus dankjewel, Mark. Jij houdt mij ook van de straat. Alhoewel, ik was vandaag in zijn straat, hè. Ik was ook binnenhof. Hij was er alleen niet. Hij liet zich niet zien. Was jammer. Eens even kijken. En toen kwamen alle vragen. En we gingen natuurlijk weer starten met onze grote vriend Frits. Want die mag altijd als eerste, want dan kan hij daarna snel natuurlijk borrelen. Eens even denken. En die vroeg iets over de toeslagenaffaire. En of dat dan consequenties had voor de politiek. En toen zei Mark, nee, we praten over de inhoud. Ja, tuurlijk. Praat jij maar vooral over de inhoud. Vooral niet over de politieke gevolgen. Want we begrijpen natuurlijk eigenlijk allemaal dat het hele kabinet gewoon zou moeten aftreden. Kan natuurlijk echt niet wat er heeft plaatsgevonden. En ook niet wat er nu plaatsvindt. Dus ja, eigenlijk staan ze allemaal op de nominatie. They are the weakest link. Goodbye.
Maar hij ging er lekker langs kletsen, want ja, dat is natuurlijk veel te confronterend. Want ja, eigenlijk weten we allemaal, en weet hij het zelf natuurlijk ook, dat hij natuurlijk al langs ontslag zou moeten indienen. En eigenlijk nooit meer terug zou moeten komen en helemaal nooit meer iets in de politiek zou moeten doen. Want ja, we hebben liever eens een keer eerlijke en zuivere mensen in de politiek. Dat zou ik nou zo leuk vinden, als we dat in 2021 nou eens kunnen gaan bereiken. Als we die verkiezingen in Nederland ook niet gaan saboteren. Dus... de NOS. Kan de Nederlandse politiek iets leren van de situatie in Amerika? Je kan heel goed leren acteren ervan. Dat is één ding wat zeker is. Nee, zei Mark. Nee, want het was een ander systeem. En hij zag onlangs, had hij het ineens over een heel lief filmpje over Reagan. Dacht ik, nou, zo lieverd is dat niet. Maar oké. Okay. Maar dat was natuurlijk allemaal afleiding. Even zo'n smeuïg verhaaltje. Ik heb verder niet naar geluisterd. Want ik dacht, klets jij maar net verder. Ik weet waar het wel over gaat. En toen zei hij, want het is echt extreem wat er gebeurd is. Op een bijna heilige plek. Nou, ik weet niet waarom dat een heilige plek is. Maar daar weten zij dan zelf misschien meer van. Dingen die wij niet weten. En dat er dan zo'n overval... Oh ja, zo'n overval, op gepleegd is. En dat er letterlijk doden zijn gevallen, zei hij. En dat zei hij heel vreemd. Letterlijk doden. Toen dacht ik, ja, dat valt nog te bezien, hè. Want ja, er gaan natuurlijk alweer zoveel filmpjes op social media rond waarvan je kan denken, interesting. Is het echt zo? Of is het gewoon een Hollywood-productie? En dan ook nog een hele slechte, want er gebeuren hele dubieuze dingen in die filmpjes. Het is leuk om even op te zoeken. Dat je denkt, ja... hele bijzondere reacties ook van de mensen die zogenaamd in de picture aanwezig zijn. Dat je denkt, nou, ik denk niet dat dit is hoe je reageert hoor, als iemand naast je wordt neergeschoten. Maar hey, misschien is dat Amerikaans, ik weet het niet. Wat zei er nog meer? Hij zei iets, hij zei een gekke dingen. Hij zei op een gegeven moment iets over, ja, we moeten zoeken naar de grijstinten. Nou, maar ik heb een verrassing, 50. Daar weet hij vast alles van. Of juist niet. Is dat het? Hij weet er niks van. Nee, hij is natuurlijk helemaal geen Christian Grey, hè? In de verste verte niet. Even kijken. Wat zei de journalist nog? Ja, de situatie was dan volledig ontspoord. Zegt dat iets over politieke onvrede? En toen zei Mark zoiets van, nee, hij was niet van plan om die gedachten te entertainen. Dacht ik, is dat een hint? Als in, let me entertain you. Het is een show. Want zulke idioten die dat deden... Oh ja, dat vind ik een fijn woord, hè, zulke idioten. Dat zei hij over die fluiters ook. Worden we toch over... Wat zeg je dat dan? Gaat hij ons toch over één kam scheren? Ja, want ja, een fluitconcert en het Capitool bestormen. Ja, nee, het is één pot nat. En hij zei dus, ja, het zijn zulke idioten die bereid zijn het parlement te bestormen. Daar kun je nooit begrip voor hebben. Want? Mark, kijk je ook wel eens naar wat je zelf allemaal doet? En je verwacht dat wij daar wel begrip voor hebben. Volgens mij is dat een beetje hypocriet. Ja, zoiets. En ik zei ook nog, oh ja, heb ik hier staan. En dan gaat hij dus zeggen van, ja, daar kun je nooit begrip voor hebben. Dacht ik, deze man heeft geschiedenis gestudeerd, hè? Hij weet hoe de wereld werkt, toch? Hij weet toch hoe de politiek ooit ontstaan is. En hij weet ook hoe oorlogen gaan en volksopstanden. En dan ga je zeggen, nee, daar kun je nooit begrip voor hebben. En misschien is Mark een nieuwe ziel, hè? Komt hij voor het eerst en begrijpt hij niet helemaal hoe het werkt. Want anders zou je namelijk weten dat je altijd aan de andere kant hebt gestaan. Hè? Dus je bent altijd de bad guy geweest en de good guy. En je hebt allerlei mensen van alles aangedaan. En dat ben je nu karmisch aan het vereffenen. Hoewel ik wel denk dat hij dat ook aan het doen is. Want wat heel veel mensen misschien niet weten, of misschien wel, ik wist het niet en ik weet het sinds vorige week, is dat de ouders van Mark, in ieder geval zijn vader, die heeft in een jappenkamp gezeten. En toen dacht ik, hey, in de familieopstellingen komen er heel vaak dingen van 7 generaties gaan dingen terug. En dan gaat de jongste telg, of degene uit die laag, die gaat dat vereffenen. Die gaat via een destructief recht, gaat die eigenlijk andere mensen aandoen wat zijn systeem ooit is aangedaan. Het is echt interessant. Moet je even googlen. Het staat trouwens volgens mij zelfs op zijn Wikipedia. Zijn vader Isaac en zijn moeder Mieke. Wie ook nog de zus is van de eerder overleden vrouw van zijn vader. En Mark is een nakomertje. Want zijn vader was al, geloof ik, 57 toen hij geboren werd. Ja, ik vond dat allemaal hele interessante informatie. Misschien interesseert jullie allemaal geen hol. Maar ik dacht, hey, dat is toch wel boeiend. Dat het lijkt alsof de geschiedenis... Zo,
Dat kwam er moeilijk uit. De geschiedenis zich herhaalt. Alleen heeft Mark niet helemaal door dat hij aan de andere kant nu staat. En eigenlijk is een beetje het principe. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doet ook een ander niet. Maar dat moet nog even landen bij hem. Anyhow. Was even een zijstraatje. Sorry. Even kijken. Wat zei hij nog meer? Oh ja. En hij zei ook van, hij had iets over, ja, want er zijn veel mensen die bijvoorbeeld niet stemmen op mijn partij. En toen dacht ik, nee, dat klopt, Mark. En dat zijn er ook steeds minder. Of andere klassieke partijen. Of desnoods D66, zei hij toen. Toen dacht ik, ja, dat is inderdaad voor mensen die heel desperaat zijn. Zeker nu met degene die daar nu de leiding hebben. En toen zei hij wel van, ja, als dat dan zo is. En het ging hem dan ook over, hij zei dan, wat doe ik fout dat de VVD de PVV heeft mogelijk gemaakt? Want hij had dan een groot mogelijk respect voor die kiezers. En dat vond ik ook zo'n rare opmerking. En toen dacht ik, wacht even. Maar je zegt eigenlijk dat het ontstaan van een partij als de PVV een fout is dan. Omdat ze niet bij jouw partij terecht zijn gekomen. Dacht ik, dat is ook arrogant. Oh, dat vond ik zo misplaatst. Maar het kan aan mij liggen hoor. Misschien heb ik het niet goed opgevat. En toen zei die wijf weer van, wat hebben wij dan fout gedaan? Ja, zo begin je dan. En toen dacht ik, nou Mark, ik vind het in ieder geval heel goed dat je die fout bij jezelf legt. Dat zou je over meer onderwerpen moeten doen. Wat heb ik dan fout gedaan? Nou maar, dan hebben we nog wel even. Dus, ik heb hier nog gestaan van, ja, dus dat je het ontstaan van een tegengeluid of een andere partij schaart onder een fout. Dat is best wel nasty. Maar het maakt niet uit. Hij heeft het gezegd en we weten het nu. Oké, want oh ja, toen zei je nog iets over die mensen. Ja, dat zijn toch echt wel mensen die zich oprecht zorgen maken over de ontwikkeling in Nederland. En we gaan dan kijken hoe we die in mijn beleid of bij andere partijleiders, die opvattingen die in flanken spelen, vind ik een beetje naar, toch een plek kunnen geven. Ja, natuurlijk, alsof het allemaal losgeslagen idioten zijn. Ja, we geven ze toch een plekje ergens in de samenleving. Oh, ik vind dat heel naar. Dan denk ik van, volgens mij begrijp je het dan eigenlijk juist niet. Maar het kan aan mij liggen, dit is hoe ik het opvat. Kan mijn perspectief zijn hoor. Wat zei je nog meer? Het is ook helemaal niet zo, het is een beetje saai dit. Wat zei je nog meer? Ja, weer dat hij dat met het grootst mogelijke respect zou doen. En toen dacht ik, nee, dat doe je juist helemaal niet. Maar dat heeft hij niet door. Eens even kijken, wat zei hij nog meer? Oh ja, want ja, hij wilde dan ook de PVV-stemmers niet vergelijken met weer die gekken en de idioten, zoals hij het noemt, in Amerika. Dus dacht ik, maar dat doe je nu dus toch, hè? En volgens mij is dat ook precies de bedoeling. De gekken die dan het parlement bestormen, zei die weer, ja, daar kun je echt geen begrip voor hebben. Nou, daar kan ik best wel begrip voor hebben. Sterker nog, ik denk, dat zouden we hier ook moeten doen. Dus, ik weet niet wie de dappere strijders zijn. Go your gang! Toen kwam er een vraag over de leegloop bij partijen. Nou, dat vond Mark volgens mij ook niet zo'n leuke vraag. Want ik ben het heel persoonlijk. En toen zei de journalist terecht, want mensen voelen zich niet gehoord. En toen ging hij inderdaad zeggen, nee, maar de PVV-stemmers, ze heeft niets te maken met de situatie in Washington. Wat heeft dat dan weer daarmee te maken? Mark, we hebben het over jouw partij. Het over de VVD. Nee, dat stond dan totaal los van elkaar. Maar ja, hij noemt het toch steeds met andere woorden. Hij probeert dat toch bij je een beetje naar binnen te krijgen. Toen kwam er nog een vraag of iets. Ja, toen ging hij weer vertellen over de schaamte, over de toeslagenaffaire. Ik dacht, ja, schaam jij je inderdaad maar heel diep. Maar er ging compensatie komen. En vrijdag kwam er een inhoudelijke reactie. Ja, dan doet hij het zo heel begripvol. En dan probeert hij zogenaamd alsof hij enorm betrokken is of zo. Maar ik geloof het gewoon niet. Het spijt me, Mark. Ik geloof je niet. Ik zie het niet. Ik zie bij jou, ik zie dat hart niet. Ik baal ook dat je vandaag niet was op Binnenhof. Want dan had ik aan jou gevraagd. Mark, heb je je hart al gevonden? En handel je al uit liefde? Maar volgende keer, Mark. We treffen elkaar vast nog een keer. Anyhow. Dat het overleg, zei ik nog wel, vooral ze gaan over de houdbaarheid van het kabinet zelf. Dat vroeg de journalist. Dat vond ik wel een goede vraag, inderdaad. Moet die vraag niet vooral gaan over het overleg over de houdbaarheid van het kabinet zelf? Ja, nou, die houdbaarheidsdatum is al lang verstreken. En toen kwam er weer een heel verhaal. Bla, 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 bla. Over de inhoud. Bla, 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 bla. Nou, hij probeert zichzelf heel charmant eruit te kletsen. Maar je kan gewoon zien dat hij eigenlijk geen verhaal meer heeft. En dat hij eigenlijk weet, oh, ik ben zo busted. En eigenlijk, ja, had ik al 6 keer moeten vertrekken. Maar hij doet het niet. Zit blijkbaar heel lekker, dat plusje.
Eens even kijken. En toen zei de journalist ook nog, is dat dan ooit niet door iemand geopperd om die collectieve verantwoordelijkheid te nemen? Wauw! Dus we hebben er maar nieuwkomers naar het front. Nou, ik vond deze wel goed. Nou, weer heel bla 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 verhaal. En hij verschuilt zich echt achter van alles. Nee, dat had dan niemand... dat had inderdaad niemand nog gedaan. Maar hij zegt niet dat het niet speelt. Oh, interessant. Dus ik denk dat ze zelf ook al wel weten dat ze moeten gaan wieberen. Wat is het woord wat hij zelf gebruikte, wat je niet moest doen op je vakantieadres? Ik weet het niet meer. Anyhow, er werd gevraagd, is er wel zicht op de effectiviteit van de maatregelen? En toen zei Mark, nee, maar kunnen we niet per maatregel zeggen. Oh my god, dus je verzint steeds iets nieuws erbij, maar je hebt geen enkel idee of het effectief is. Nou Mark, wij weten het wel, het helpt geen ene flikker. Oh, mag ik dat zeggen? Sorry. nou, kwam weer een heel zwets verhaal. Dat de druk op de zorg hoog was en veel besmettingen. En heeft het dan eigenlijk allemaal wel effect? En nou, toen ging hij allemaal data roepen. Januari dit, zoveel januari nee, zoveel januari helemaal. Nou, 1,5 verwarring creëren. En over plateauën had hij het weer. Ja, weet je, dan weet ik gewoon op het moment dat ik het woord plateauën gaat gebruiken. Dan is hij door de stof heen en heeft gewoon geantwoord. En dan weet hij niet meer wat ik moet zeggen. En dan gooit hij er een of ander chic verzonnen woord in. Maar dat trappen we niet in. Dus, te veel contacten zijn er, want het virus kon dan weer overspringen. Oh, dan ging hij weer op dat riedeltje. Dat is gewoon een programmaatje, hè. Volgens mij wordt er ergens van binnen op een knopje gedrukt en dan komt dat programmaatje eruit. Het is best wel grappig eigenlijk. En misschien had het dan te maken met de feestdagen. En toen dacht ik, ja, nee, natuurlijk, dat zal het zijn. Nu zijn het de feestdagen weer. Ja. Het wordt steeds grappiger. En toen begon het weer over de Britse variant. Ik dacht, oh ja, die moet even gepusht worden natuurlijk. Hè? Dat iedereen denkt, oh, Britse variant. Oh nee, paniek. Nee joh, hou op, push it. Wat zei hij nou meer? Oh ja, of de lockdown dan verlengd moest worden. En of er dan nog meer nodig was. Ik dacht, ja hoor, daar gaan we weer. Tuurlijk, hetzelfde spelletje weer. Nee, zei de journalist terecht, maar kunnen dan ook niet dingen uit het pakket gehaald worden? Omdat het geen zin heeft. Dacht ik, ja, eigenlijk een beetje helderheid daar. En toen zei Mark, vond ik ook mooi. Nee, het is geen plak en play, zei hij toen. Toen dacht ik, plak en play? Plak als een sticker op je vaccinatiesticker. Plug, Mark, plug. It's plug. Ja, weet je wel, net als buttplug. Kijk toch wel? Oké, dus plug en play, Mark. Niet plak en play. Vond ik erg grappig. Dank voor deze humor. Vond ik erg leuk. Wat zei hij verder nog? Oh ja, het begon nu weer over. Ja, het is een optelsom. Oh, programmaatje X. Wat zei hij nou? Ja, en we moesten dan helaas iets zien te bereiken voor onze sociale wezens. Dat wij het aantal contactmomenten beperken. Ja, Mark, dat gaat gewoon niet lukken. Want je kan alles gaan sluiten. Maar mensen hebben toch contact. Weet je hoe ze ook zelfs contact hebben? Op afstand. Ja, dat is echt heel bijzonder, Mark. Ja, dat noemen ze telepathie. Ja, dan heb je je derde oog. Als het open is, kan je gewoon contact maken met mensen. Op afstand. Weet je dat dat zelfs wetenschappelijk bewezen is? Ja, Lynn McTaggart heeft daar prachtige boeken over geschreven. Nou, Mark, dus misschien kan je die gaan lezen en denk je... Ah, shit, het heeft geen zin om ze op te sluiten. Nee, want mensen blijven met elkaar in contact. Sterker nog, die verbinding wordt alleen maar sterker. Dus, well done. Volgende vraag. We weten niet of het effectief is. Oh ja, moeten we dan wel uit hetzelfde vaatje blijven tappen? Vond ik een leuke woordspeling. Ik dacht, nou, het wordt er helemaal niet meer uit vaatjes getapt. Want die horeca, die is natuurlijk al helemaal gekild. En die denken echt dat ze open gaan. Ik hoop dat ze het doen, hè. Ik hoop dat ze het doen. Maar als ze braaf de regering gaan volgen, gaat het niet gebeuren. Never, nooit niet meer. Dat kan je echt vergeten. En wat stond hier nou? We moesten weer bevorderen dat we met elkaar minder contact hebben. Ja, nou, kan je allemaal proberen. Gaat je gewoon niet lukken. En dan begon er weer een heel verhaal. Bla, 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 cijfers en de IC en de optelsom en de afbuiging. En, het programmaatje I werd weer aangedrukt. Het nemen van de lockdown maatregelen. Wat zei die nou? Het afsluiten van plekken waar we elkaar kunnen tegenkomen. U en ik, zei hij toen. U en ik. Nou, Mark, je hoeft geen u te zeggen. Je mag gewoon tutoyeren. Jij en jij en ik, wij gaan elkaar nog wel vaker tegenkomen. Of we nou willen of niet. Maar dat geeft niet, hè? Ik kom in liefde, Mark. Ik kom in liefde, dat weet je. Eens even kijken, wat zei ik nog meer? Het virus mocht niet overspringen. Nou, Mark, ik ga toch proberen om het virus op jou te laten overspringen. Het liefdesvirus.
Give it a try, it's nice. En ik was deze weer hetzelfde verhaal. Het is allemaal onzinnig. Dus ja, weer een programmaatje werd er afgedraaid. Wat zeiden ze nog meer? De besmetting was hoog. Dan was er geen enkele andere mogelijkheid dan door te gaan met de maatregelen. Want ze helpen geen zak. Ja, gaan er vooral mee door. Nee, meestal is het zo dat je iets gaat doen en als het dan niet werkt, dan stop je er ook mee. Ja, dat is gewoon boer of stand. Try it. Ook zo fijn. Boer of stand. Heerlijk, heerlijk. Gewoon nadenken. Ja, hier, boven met die hersens. En dan een beetje hartconnectie. Ah, love it. Want 19 januari, nee, kon hij dus ook niet voorzien, zei hij. Yeah, right. Met andere woorden, mensen, er gaat echt niks veranderen. Het gaat echt niet beter worden. Het gaat gewoon door. Ja, zei die journalist. En toen dacht ik, aha, we hebben nog een nieuwe nieuwkomer. Oh, deze is nog erger dan dat... Mag haar naam niet zeggen. Mag haar naam niet, haar bijnaam. Je weet wel, dat kutje. We hebben een nieuwe. Die is nog erger bijna. Want die zei, ja, nee, maar de meeste besmettingen vinden natuurlijk wel plaats in de huiselijke sfeer, zei die. En wat zei die nou? En wat hebben we... Oh nee, dat heb ik hier opgeschreven. Dat zei hij niet. Ik zeg, oh ja, we hebben een nieuwe propper die ons nu thuis ook nog alles wil gaan verbieden. Het wordt steeds mooier. Nou, bring it on. Dan gaan we echt lachen. Want dan denk ik, en hoe ga je dat dan handhaven? Dus moeten straks nog camera's in ons huis gaan hangen of niet? Moeten we 24 uur per dag op de Zoom gaan zitten? Nou Mark, dat gaan we niet doen, hè. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Toen kwam er nog een vraag van BNR. Nou, toen werd het ook weer heel spannend. Dacht ik, oh... Die push je er ook nog even wat in. Maar nee jongens, we moeten niet oppassen voor de Britse variant. Nee, zei BNR. Er is nu ook al een Zuid-Afrikaanse variant van corona opgedoken. Oh, mooi virus hè. Het heeft zelfs nationaliteit. Het is fantastisch. Dit is echt, nou, dat virus is ongekend. Nou, die Bill Gates man, knap man. Heeft hij echt heel goed ontwikkeld. En zei die journalist, dat was er 22 december al. En kunnen we daaruit opmaken dat de rijksmaatregelen niet goed geholpen hebben? Oh man, het wordt steeds erger. Maar het grappige was dat Mark zei, nee, dat had hij niet gezien. Nee, en de reismaatregelen waren natuurlijk nooit 100% waterdicht. Ah, onthoud dat goed hè, het is helemaal niet waterdicht. Maar ik vond het wel heel grappig. Nee, maar Mark had er nog nooit van gehoord. Nou Mark, hoor je het voor het eerst? Welkom bij jouw persconferentie. We gaan de rollen omdraaien. Wij gaan jou informeren. Hey, dat vind ik een leuk plan. Dus journalisten, keep up the good work. Althans, een paar dan, hè. En toen was er nog een vraag over wel heel veel van bedrijven. Dat ze een heropening gaan doen later deze maand. Want ze zeggen, ja, want anders vallen we om. En heeft u nog een boodschap aan die ondernemers? Oké dan. Dus je gaat een boodschap... Van degene die ondernemers eigenlijk helemaal naar zijn gootje heeft geholpen. Vragen om zijn soort hart onder de riem te steken of zo. Of doe het wel, doe het niet. Ja, heel, heel apart vind ik dat. En toen zei Mark, iedereen kan zich voorbereiden waar hij of zij zich op wil voorbereiden. Daar kan ik niks aan doen. Kijk, onthoud dat ook goed. Daar kan hij niks aan doen. Maar hij geeft geen garantie dat de lockdown wordt opgeheven. Met andere woorden, die lockdown die wordt niet opgeheven. Dus lieve ondernemers, als jij in leven wil blijven, ook zakelijk gezien, dan zul je nu echt ballen moeten tonen. En met z'n allen, als één grote community, moeten zeggen, open die tenten. Het maakt niet uit wat je hebt, een winkel, een horecabedrijf, it doesn't matter. Ga leven, ga werken, ga ondernemen en laat zien dat ze jou helemaal niks gaan opleggen. Jij bepaalt. Hoe jouw leven eruit ziet en niemand anders. En doe dat in verbinding met die andere ondernemers. Gun elkaar alles. Want het probleem is nu hè, dat ze die ondernemers tegen elkaar opzetten. Want ja, Pietje mag zijn winkel niet open doen, want het is zogenaamd niet essentieel. Maar Jantje wel, want ja, chocola hartstikke essentieel. Tuurlijk niet man, denk nou eens even na. Het is gewoon verzinsels. En zo krijg je namelijk allemaal onrust onder ondernemers. En dat moeten wij juist als mensen en als ondernemers voorkomen. Door te zien, ik gun iedereen alles en dan gunt iedereen mij ook alles. Zo werkt het. En dat principe maakt ons heel krachtig. Onthoud dat alsjeblieft goed. Dus gunnen. Wat zei Mark nog meer? Oh ja, hij was er dan wel bezorgd over, zei hij. Hij dacht, ja, maar jij bent niet bezorgd over die ondernemers... dat ze failliet gaan. Jij bent bezorgd dat ze gewoon weer open gaan. En dat ze gewoon gaan doen waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen. En dat ze gewoon lekker zelf de regels bepalen.
hou ervan. En toen begon hij natuurlijk weer over, ja, zo goed mogelijk ondersteunen, allemaal steunpakketten en bla bla bla. Toen dacht ik, steunpakketten? Jongens, die betalen we uiteindelijk ook met z'n allen en zelf, hè. Dus ik heb liever dat jullie gewoon lekker draaien en geld verdienen en fijne spulletjes verkopen en mooie diensten verlenen. Wat worden we allemaal gelukkig van. Eens even kijken, wat zijn er nou nog meer? Oh ja, toen vroeg de journalist, maar komt er dan bij een verlenging? Met andere woorden, er komt een verlenging. Komt er dan ook verruiming? En toen kwam er weer zo'n antwoord uit. Ja, als, puntje, bla bla bla. Hij zei weer helemaal niks. En beginnen we over pakketten en regelingen. Met andere woorden, nee dus. Volgende vraag. Die kleine winkeliers die allemaal staan, op omvallen staan. En dan begon hij weer over, ja, steunpakketten die meeademen. Dacht ik, meeademen? Nou, er ademt helemaal niemand meer mee. Want ja, je kan een ondernemer nou niet beademen, Mark. En weet je trouwens, dat beademen, dat is helemaal niet goed, hè, bij corona. Moet je ook even overlezen, is ook interessant. Dus, even kijken. Wat zei hij nog meer? Er kwam geen verlichting. Want kwam er een verlichting wel of niet of zo? Want bij lichte of zware lockdown, die heeft ze eigenlijk helemaal niet geholpen, zei de journalist. Dus zitten we de hele winter hier nog in? Hele winter. Nou vriend, ik heb nieuws voor je. Till next winter, probably. En wat gaf Mark weer voor antwoord? Er begon hij een heel verhaal over Duitsland en de cijfers. En dan zei Duitsland, Mark, Duitsland interesseert me echt... Geen hoel. Ik weet niet hoe je dat in het Duits zegt. Het zit me helemaal niet. En ik dacht alleen maar, geef godverdomme gewoon een antwoord. Zwaaide. Dus, en toen, oh, daar word ik dan kwaad van, hè. Want dan denk ik, oh ja, lees ik het nu terug, denk ik, ja, puilakje. Toen begon hij dus weer over, de druk op de zorg en bescherming van de kwetsbare ouderen. Wat? En toen zei hij, en daarom nemen we deze maatregelen. Wat? Je zei straks in het begin van niet. En nu ineens weer wel? Oh my god. Probeer je me nou in de war te maken? Of lieg je gewoon dat je barst? En is dat inderdaad... Natuurlijk, dat is natuurlijk ook een spel. Dat weet ik ook wel. Maar toen dacht ik, wat een bullshit. Want als jij zo graag die kwetsbare ouderen had beschermd, dan had je dat gewoon kunnen doen. En die zorg, je wilde druk daar afhalen. Ja? Twee dingen. Dan kan je de zorg opschalen. Dat is sowieso nodig. En weet je wat je ook kunt doen? Gezondheidsbevorderende maatregelen treffen. En daar heb ik nog niets over gehoord. Helemaal niets. En dat maakt mij echt heel kwaad. Want we zijn ondertussen 9 maanden verder. Weet je wat je in 9 maanden kan doen? Aan gezondheid. Echt zoveel. Dat kan je zo'n transformatie teweeg brengen. Niets daarover. Niets. Daardoor weet je, ze liegen. Als jij werkelijk het beste wil voor jouw burgers en je wil mensen gezond hebben en zorgen dat ze niet ziek worden, dan ga je er alles aan doen om mensen gezond te maken. En dan ga je dat stimuleren en dan ga je dat promoten en dan ga je dat financieren en subsidiëren. Dan ga je ze niet alles afpakken en ze ongelukkig maken en ze stress bezorgen en ze angstig maken. Dat ga je namelijk niet doen. Dat is namelijk heel slecht voor je gezondheid. En daaruit kun je echt opmaken, het is niet zuiver. Als je dat nog niet wist. Zo, sorry. Ja, boos word ik dan. Hè? Ik kan het echt niet uitstaan. Kijk, calm down. Laat het van je afglijden. Liefde en licht. Ja, precies. Het komt goed door mensen. Het komt goed. Wat zijn nou nog meer? Oh ja, want dan hadden we ook de economie gewoon intact kunnen blijven. En dan hou je hele blije, gelukkige mensen. En dat is hartstikke goed voor je gezondheid, hè? Want lachen is gezond. Ja, en gelukkig zijn ook. En lekker uitgaan ook. En feestvieren met elkaar en dansen. Is allemaal hartstikke gezond. Dus dat moeten we ook allemaal weer gaan doen. Want ik mis dat wel een beetje. Ook lekker de muziek overal. Dus laat je dat ook allemaal niet aanpraten. Het is allemaal BS. Toen zei nog een journalist, u wilt naar 10 IC-opnames per dag. Hoe gaan we dat dan bereiken? En toen dacht ik, de vraag is helemaal niet, hoe gaan we dat bereiken? Waarom zouden we dat willen gaan bereiken? 10 IC-opnames per dag. Dus dat is een 1 been per ziekenhuis, zeg maar. 1 orgaan per ziekenhuis. Weet je, er zijn genoeg IC-bedden. En ook die IC-mensen is gewoon een bedrijf. Dat moet gewoon draaien. En IC's liggen nou eenmaal vol. Maar die hebben ook beddenstops. En die hebben ook, we hebben het namelijk zelf meegemaakt, dat ze notabene gewoon zeiden, ja, nee, sorry, ja, feestdagen. Ja, de dokter is er niet. Wacht even, IC is op 24 uur machine. Dus laat je niks wijs maken, weet je. Ga echt vragen hoe het werkt op IC's. Want dat roept iedereen, ja, moet je op de IC gaan kijken. Hé, joh, ik heb daar echt vele maanden rondgelopen. Ja, we hadden namelijk iemand op de IC liggen, een aantal jaar geleden, 10 jaar geleden. En ik kan je verklappen dat er eigenlijk helemaal niks veranderd is. Dus laat je nu niet eens wijs maken dat ze nu ineens om drama en paniek.
dat is hoe een IC werkt. En dat is altijd zo geweest. En hey, ik heb mijn eigen ogen gezien, dus ik kan het weten. Dus, klaar ermee. Oh, ik ben er bijna. Wat een lange video. Oh my god. Wat zei hij nou? We gaan het stap voor stap voorzien. En toen begon hij weer over de Engelse variant. Oh my god. Nou ja, ik heb hier weer staan. Allemaal verzinsels. Nee, want perspectief en medicijnen en vaccinatie. Nee hoor, die vaccinatie is helemaal niet perspectief. Die vaccinatie is gewoon... Gewoon de... Oh ja, en toen zei hij iets over, want dan streef je erna dat je in het derde kwartaal eindelijk een heel eind bent. Het derde kwartaal, mensen, het derde kwartaal, dat is fucking september. Nah, forget it. We gaan gewoon vanaf nu weer normaal doen met z'n allen. Dat is wat we moeten doen. En ik dacht ook, ja, want tegen de tijd dat het september is, is het hele land al naar de kloten. Is alles kapot, en zijn alle mensen levensmoe. En dat wil ik juist niet. Ik wil juist dat iedereen weer gewoon zijn kracht vindt en zegt, wauw, we willen leven en we hebben ervan geleerd en hoe gaan we het doen en het komt allemaal goed. En toen zei Mark dus ook, goed weekend. En toen dacht ik, goed weekend, jij gaat deze shit tekst en dan goed weekend. Oh, dat vind ik zo, maar het maakt niet uit Mark, ik vergeef het je. En Mark, ik zie je pijn, ik buig voor je lot en we gaan elkaar tegenkomen en dan ga ik je hart raken. Anyhow, en dat zei hij terwijl hij dat hele vieze mondkapje weer opdeed. Waarvan ik dacht, oeh, dat wist jij net dat je binnenzak. Mark, dat zijn niet de regels om mondkapjes, hè? Moet je even de instructies nog even goed lezen. En ik heb hier staan. Heel flauw. Echt Mark Rutte, kappen nou.